ben hier bij de gevangenis van Veenhuizen. Ik heb hier net een lezing gegeven voor ongeveer 20 gedetineerden. En dat was heel erg leuk. Eigenlijk was het geen lezing. Ik ben het gesprek aangegaan. Ik ben behalve schrijfster ook coach. Dus we zijn gaan praten over therapieën en over psychologie en over spiritualiteit en mindfulness. En ik heb ze een aantal dingen geprobeerd uit te leggen en te vertellen waar ze ook iets aan zou kunnen hebben. En het was heel erg leuk. Dus helemaal goed.